Misschien dat we deze dagen gemaakt. Oké, Yo kijkers, welkom dat jullie weer bij een nieuwe video kijken. Wij spelen weer verder. We hebben net ook een video opgenomen, maar we hebben gelijk weer een nieuwe video opgenomen. We spelen eventjes verder. En we hebben al zoveel, als jullie nog niet hebben gekeken, we zijn heel 3.2! En we zijn, we hebben heel goed, dus we zijn al heel ver. En ja, kijk maar lekker verder. Oké. Oké, even een herhaling wat er is gebeurd in de vorige video. Een challenge heb gemaakt. Ik wil dus de volgende parkeerplaats zijn. Het lukt me wel in één video. Ja, we hoeven nog maar... Nee, totaal niet. Jawel, we hoeven nog 300. Het is niet gelukt in één video. Het is in de tweede video dan. We hebben dit 4 dingen gedaan. Deze. We hebben elke keer bijgevuld. Elke keer gekocht voor 100 cash. Nice. Hij duurt 28 minuten, dus kijk hem. Dat is een crimineel. Clean store, bedankt. Hij is overgrozen food gekocht. Ja, natuurlijk. Kijk eens, heel veel. Er zat 20 in, hè? Het is 8 al. We hebben hem! Hier zijn Wouter ook nog geld over. Oké, jongens. Dit is het grote moment. Gaan we doen. Ja. We hebben nu 5 plekken. We hebben gehaald in deze video. Gelijk in het begin. Echt 1 minuut zijn we bezig. Kijk hier, één plek, dat zijn al 3, 4, 5. En we hebben nou natuurlijk deze kleine winkel nog bij Basic. Komt deze nou uit de grond? Deze kwam uit de grond, de achterste. Die vloog omhoog. Het lijkt net een heilige geest. Eén iemand maar. Ja, maakt niet uit, we hebben toch een hele grote parkeerplaats. Heb je dit al gezien? Frozen en Candy. Noah, heb jij het ook al gezien? Hoe slecht dat ging? Wist jij dat al? Wat? Dat het zo slecht ging? Waarom? Kijk hoe weinig er nog was. En kijk hoe weinig daar. Van Frozen Food is zo duur, hè, voor 20. Dat kost letterlijk... Van Frozen Food voor 20 kost 500, hè, jongens. Moet je nagaan hoe duur wij daarvoor hebben 20 hebben gekocht. En kijk dan wat wij hebben. Ik kan er 30 in doen. Ja, en kijk dit, wat wij hebben. 4 mensen. Hoi. We hebben nog... Dat is een boef, hè? Nee. Hij is gewoon een petje op. Kijk maar, een petje op, zie je? Ja, dat is een boef, maar oké. Hij komt hier niet vandaan, hè? Hij kan uit deze auto lopen, hè? Kan ook gewoon een boef zijn. Nee, maar je kan, als het anders staat, als je muis toch buiten staat, dan arresteert je Robert. Kijk maar. Staat er nu niet. Nee, dat... Maar staat er wel. Nee hoor, dat kan je niet bewijzen. Candy is op. Jawel, want als zo'n de boef komt, kan ik het laten zien. Candy, bijvullen, food. Daar hebben we er nog 1 van, dus die ook gelijk bijvullen. En deze bijvullen. Wij verdienen nu zoveel cash. Hij kan ook achter de bus gaan schuilen en dan zo, net zoals het lijkt dat hij uit... Nee. Maar, hier loopt dan de boef, hè? Komt hij zo. Hij loopt altijd rechtdoor. Het kan zijn dat hij dan gewoon zo is gegaan. Zo. Nee, dat doet hij niet. Maar er staat al gesteerd, Robert. Kijk maar de video nou, hè. Oké, mag ik de video kijken? Nee, niet nu. Ja, anders pak je telefoon. Oh, 2 auto's nog. Zagen jullie het ook, kijkers? Zagen jullie het ook? Hier liep iemand. En de vorige vlog ging die af en toen zeiden we dat het een stomme klok is daar, zie je het? Ouderwetse stomme klok. Waar is je haar? Ze heeft een hoorn. Het is een eenhoorn. We hebben een eenhoorn gezien, dames en heren. Waar is de eenhoorn? Staat bij de kassa. Eenhoorntie. Eenhoorn. Doe een duimpje omhoog als jij een eenhoorntie wilt zijn. Wat zei jij? Hè? Ik dacht het al, hè? Ja, ik dacht het al, hè? Ja, dacht het al. Oké, wat gaan we doen? Wat moeten we bijkopen? Candy? Voet? Frozen voet is leeg! We kunnen ook bijkopen. Zullen we het doen, jongens? Zullen we het doen, Noah? Ja. Was gelijk geld. Ik zou 33 doen. Ik zou er nog 10 bij doen. Wat? We hebben letterlijk nog 620 over. Chubby?
frozen food. Dit is zo, dit heb ik uit mijn hart gestreken, jongens. Dit was zo duur. Ik heb net 1000 euro aan frozen food weggegeven voor 40 maar, hè. Oh, dat doet pijn. Maar ja, het candy is op, dus even candy bijkopen. Ik kan eens niet meer bijkopen zometeen. Mijn armen worden moe, gestopt met filmen. Nee. Food moet ook zometeen bijkopen. Ik ga stoppen. Doei! Kijk, koop deze op mijn... Koop dit zandpogbandje. Daarmee kan je zusje vol tikken. Kijk, film eens jezelf. Nee. Okay. Dit is mijn mooi wapen. We hebben op oma's billen geslagen en op opa's kale hoofdje geslagen daarmee. Gisteren. Hoe zit het? Heb jij net een frozenvoet? Niemand heeft nog frozenvoet gekocht. Lol. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Dit wil ik ook gewoon. Appeltaart, eieren, meloen. Ik lust geen appeltaart. Hoe zit het lekker? Oké, een bus. Een bus? Ja. 4 personen in een auto, denk ik. Hier! Er lopen er mensen! Ik snap. Kijk mijn gezicht. De heilig, de gekke winkel. Tam, tam. Tam! Deze winkel vind ik gewoon niet goed. Dit is echt een sukkelwinkel. Ik heb niks gezegd. Boef, boef, kijk nou maar, kijk. Zie je? Argus Robber. Zie je? Het stond er. Zeg je? Dus dat is zo zie je dat het een boef is. En hij loopt altijd rechtdoor. Maar je hebt hem nog niet eens gearresteerd, hè? Ja, hij is al weg. Niet. Waar dan? Staat hij dan? Ik kan het zien vanwege het beeld. Eendig. Oké, 2. We gaan even... Kijk zijn oor. Als je dat nog één keer doet, ga ik aan je tikken. Mijn armen zijn moe. Mijn leven is moe als jij nu niet deze persoon gaat helpen. Dat deze persoon... Dat ik weer... Hoeveel kost eigenlijk de volgende... Zullen we voor de volgende parkeerplaats gaan, Noah? Hebben we daar genoeg tijd voor? Hoeveel duur is dat? Deze hebben we al? 5000 met 7 plekken. Zullen we doen, jongens, kijkers? Zullen we voor gaan sparen? Ik weet wat we gaan, doen. We gaan voor een nieuw land. Wat denk jij nou, hè? Want dan hebben we namelijk land. We kunnen een land. Bijna. Het kost 1000 namelijk. Dan kunnen we namelijk onze winkel... We kunnen onze winkel vergroten. Nice. We kunnen onze winkel even vergroten bij die Moorland. Oké, wat gaan we... Welke kant wil je kopen? Het staan wel onderaan dan. Deze. Zo, we hebben een stukje land. Een bouw. We gaan gelijk bouwen. We moeten bulldozer. Yeah. Een muur weg. No. Maar je moet allemaal kopen, hè? Ja, dan moeten we weer grond kopen. En moet je kijken hoe duur... Oh, maar 100? Dan kunnen we... Huh? Is dat geen grond? Jongens, was dat grond? Wat? Dit is toch grond, ja. Waarom kunnen we dat dan niet... Oh. Ja, maar dan kan je niet zien. Oké. Vind ik wel een beetje erg. En nu kunnen we het niet zien. We gaan het groter maken. Dat we weer wat extra ruimte hebben. Mensen denken al. Mensen komen zo binnen. Dat kan toch gewoon niet. Oh, dat kan niet. Oh, jammer. Zo, nu is het als goed is groot genoeg. Dan plaatsen we hier glas. Oh, dat kan alleen. Oké. Dan plaatsen we hier glas. Kijk eens de tekst erboven, Noah. We komen 200. We komen geld tekort. Maar we hebben dit al. Eerst zag ze 200 en net 600. Ja, omdat we steeds meer geld krijgen van hun. Maar we hebben nu een extra grootste winkel. We krijgen weer wat extra. Hoeveel kost het dan? Even kijken hoe duur die was die ik wil kopen. 300.
Die moet je ook niet kopen. Ja, maar er is geen normale muur. Oh wel, 200. Zullen we hier misschien een managerkamer maken? Ja. Personeelskamer. Maar mensen, je weet dat er mensen gewoon in gaan. Af en toe. Doe hier de deur. Zo. Dan maken we hier een kleine personeelskamer. Kijk, dan kunnen we hier. Kunnen mensen dan nog langs lopen voor hierachter voor de winkel? Is dat misschien slim? Mm-hmm. Mensen hoeven dan hier niet doorheen. Dan zetten we hier allemaal schappen neer. Dus gewoon een managerkamer maken we hiervan. De manager. Kunnen we wel even iemand aannemen? Want ja, je hebt wel een manager nodig toch in de winkel? Je hebt toch wel een manager nodig? Wat is een winkel zonder manager?